zijn leeftijd. Dit zijn de opstellingen. Ik overloop even de namen van beide basiselftallen met Buté bij Antwerpen tussen de palen. Hij heeft niet liggen schreeuwen in de kleedkamer, niet op de verzorgingstafel geslagen dat hij bijna in twee brak. En Samatta in de 16, Samatta! En dan is er een goede tussenkomst van Fortes. Meteen ook spreken richting Capon. Voor Fischer om die in de korte hoek te deponeren. En ook wat ver, dus wordt het een voorzet. En Hubert kan simpel plukken. En daar goed de lucht in bij Antwerpen, maar ook bij Oostende. De supporters van Antwerpen wachten nog altijd op een hele. De Laat wil hem graag terug. Het gaat via Fischer. Fischer, nu wel de redding van Hubert. En dan in de rebound. Nog met de tip van de schoen vrij. Dit zijn de 100% kansen. Waar de Antwerp fans. Birger Verstraat. Daar is Samatta. Heerlijke bal van Verstraat. Samatta kan breed leggen. En nu wel de goal van Fischer. We zijn 2 minuten ver in de tweede helft. Antwerp toont meteen een ander gezicht dan voor de pauze. Ze komen op 1-0. Hubert kon de eerste mogelijkheid van de tweede helft nog goed stoppen. Ook al eentje voor Fischer. Bij de tweede. Helemaal niet uit de startblokken geschoten. Komt hij rijkelijk laat. Jekyll, idem dito. Voor Fischer is het zijn tweede. En dan Fischer met een man plakkend in zijn nek. Youssouf achteruit leggen. Verstraten kan dat. Verstraten kan niet scoren. Een beetje à la de goal van Nainggolan. Uit de partij. Dat is toch het team dat het meeste van de intenties toont in de tweede helft. Hij heeft al een doelpunt opgeleverd. De doelpuntenmaker heeft ook een assist. Achter zijn naam. 15e competitietreffer van Michael Vrij. Ze laten zich ringeloren Oostende op een stilliggende bal. Derde wedstrijd na elkaar dat Fischer een assist geeft. Wel niet van de orde van Andreu gisteren bij Harwood Bellis van Anderlecht. Charleroi-verdediger werd daar terecht. Hij heeft betere voeten toch. Vrije trap voor Fischer. En de derde goal is een feit. Ali Samatta naar de vlag de lucht in. Het was meteen na die wissel die Oostende had doorgevoerd. Voor stam nummer 1. Samatta is te vroeg weg. Dat lijkt hier toch bevestigd. De Afrikaanse Ballon d'Or winnaar natuurlijk. Het is geen spits. Oeh, Capon. Capon met de verslikking. Benson straft af. Benson straft af en 3-0 voor Antwerp. Dat kan er ook nog wel bij voor een zwalpunt Oostende. Die 0-15 is nu toch echt wel een zekerheid. Het zijn geen beelden die Brecht kan. En zal dus na die voetbalweek ook daar opnieuw blijven. Maar wel dichter bij Union geraakt. Goed balletje weer voor Benson. Baniquisha met een heerlijke voorzet in de rug van de defensie. Christophe Dirk maakt er een einde aan hier op de Bosuil. Antwerp wint oververdiend met 3-0 van Oostende. Dat echt in het sukkelstraatje zit.